kinderen zijn jullie helden, maar wie is eigenlijk jullie held? Ik kijk wel op naar Manuel Neuer en Ederson. Ja, goedemiddag. Ik heb een vraag voor Joey Veerman. Wat is het grootste verschil tussen Heerenveen en PSV na je overstap? Dat we met Heerenveen... Dan is het leuk als je wint. En ja, hier moet je eigenlijk winnen, iedere wedstrijd. Want ja, je wil natuurlijk kampioen worden en ja, dan moet je iedere wedstrijd winnen. Dus ja, dat is wel een heel groot verschil. Hoe heb je zo hard leren rennen? Ik denk dat ik dat van mijn papa heb geërfd. Het is altijd al, het heeft altijd in me gezeten. Dus het is vooral gewoon geërfd van mijn vader, denk ik. Als je een shirtje bij de fanstore mag kopen en je mag geen Joey of Veerman achter op je rug zetten, waar zou je dan achter op je rug zetten? Je mag alles kiezen. Van PSV alleen? Ja. Oké, dan zou ik Maxime de Lange op mijn rug zetten. Ik zou Van Ginkel of Gakpo zetten. Dat is dan weer niet leuk, hè? Van welke speler in het huidige team van PSV kan jij het meeste leren en waarom? Ik kijk wel een beetje op naar Gakpo, want ik ben aanvaller, hij is ook aanvaller. En gewoon elke bal die hij op goal schiet is meestal wel binnen het kader. En ja, dat is mooi om te zien en je probeert... Je probeert wel gewoon naar hem te kijken en te zien hoe hij dat doet. En ja, daar leer ik wel van. Wat is je lievelingsdier? Ik denk wel een hond. Want bij mijn ouders in België hebben 4 honden. Dus dat is niet niks. Dus het is wel een makkelijke keuze voor mij. Ik heb ook een hondje gekocht. 2 maanden geleden. Dus ik blijf ook bij een hond. Ik ook een hond. Ik heb er ook een thuis van 1,5 jaar. Dus. Hond. Voor iedereen, wat is jullie lievelingseten? Voor mij sushi. Ik heb wel een paar. Ik denk sushi, friet. dat wel, ja. Alleen maar Belgische friet. Een Belgische friet voor mij en sushi. Welk snackie neem jij af en toe toch stiekem? Ik hou ook wel van een chippy hoor. Van Sweet Chili Sensation. Ik weet niet of jullie die kennen. Ja, hè? Ja, die is wel, dat is wel een lekker zakje chips. Nou, dankjewel. 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 Leuk toch? Dat zullen ze wel lekker vinden. Wat doen jullie na de wedstrijd als jullie gewonnen hebben? Na de bekerfinale hebben we serieus gevierd. En na een normale wedstrijd recupereren en op naar de volgende wedstrijd eigenlijk. Moeten jullie zelf je schoenen poetsen na elke training of doet de aanvoerder dat? Nee, de aanvoerder doet dat niet. Ja, als je dat wil dan kan je dat zelf doen, maar ik doe het in ieder geval nooit. Welkom!